Kijk eens aan, een bloemetje voor u. Dankjewel. En een bloemetje voor dit echtpaar uit Harmelen is wel op zijn plaats. Want 60 jaar bij elkaar, dat is een hele tijd. Nou ja, 60 jaar. 15 jaar eigenlijk. Want meneer en mevrouw Stom van Ommeren zijn op schrikkeldag getrouwd in Paramaribo. Een dagje later in het huwelijksbootje stappen was geen optie. Omdat mijn ouders, die waren in maart getrouwd. Maar die waren intussen ook gescheiden. Dus daarom niet. De maand maart had voor meneer Stom van Ommeren daarmee dus een negatieve lading gekregen. Maar jullie zijn gelukkig nog met z'n tweeën. De liefde is na al die jaren nog niet opgebrand. Wat vinden ze na al die tijd nog zo leuk aan elkaar? U zult er niet willen geloven, alles. En waarmee ik niet eens ben, dat hoort hij het ook. Ja, ja toch? En u? Wat vindt u het leukst aan haar? Ze was leuk, maar ze wordt leuker. Dat zit wel goed dus. Een schrikkelhuwelijk heeft trouwens ook een voordeel. Want je hoeft maar 1 keer per 4 jaar aan een bloemetje voor je vrouw te denken, toch? Ze geeft me de kans niet om dingen te vergeten, hoor. Nee, die kans geeft me niet. Ik moet eraan denken. Dat ze hun trouwdag maar 1 keer in de 4 jaar kunnen vieren, daar zit dit kristal-diamanten echtpaar niet mee. Want meneer Stom van Ommeren die weet... Elke dag is er feest, dus... Ja.